moet ook even op de weg letten. Dit was wel even mooi om te filmen, dachten wij. Een mooi smal straatje. Rechtsaf is 2,50 meter hoog. Ik hoop dat het goed gaat op deze weg. Dat ik niet terug moet. Maar we gaan naar A2. Kampeercentrum. Ja, A2 Kampeercentrum in Grunsveld. Even kijken wat dat is. Er zijn nog zo'n paar plekjes zijn die gratis waren volgens mij. Grunsveld. Oh, Grunsveld. Nou, heb je ook kunnen zien aan de naam van de video natuurlijk, waar we zijn. En we komen ook vanuit België. Dus vanaf de zuidkant gaan we nou recht in dat plekje. En ik zie nou op de Garmin, zie ik aan de rechterkant een groene weg. Kijk maar eens, ja. Zie je dat? Dat is een groene weg. Dat is de snelweg misschien. Dat is waarschijnlijk de A2. Dat is die je daar ziet. En daarom heet het natuurlijk A2 Kampeercentrum. Dat wij wat gaan kopen hier binnen. Nou, ik ga naar buiten. Ik zet even de microfoon erin. Zo. Want het waait een beetje. Ga je mee naar buiten of blijf je binnen? Blijf wel lekker binnen. Oké. Boom. Kampeercentrum Grunsveld. Ja, nou is het gesloten. Mezelf in het raam. Ik druk het. De telefoon is even tegen het raam aan, dan kun je het beter zien. Vuurwerk te koop straks. Dus ik weet niet wat het allemaal. Wat ze hier allemaal verkopen. Ik denk meer kampeerspulletjes, maar goed. Dat is ook wel weer een beetje camper gerelateerd natuurlijk. Ik wel een grote zaak. Openingstijden. Van maandag tot en met vrijdag. 10 tot 1, 2 tot 5:30. Op zaterdag van 10 tot 7. En zondags gesloten, hè? Je staat hier op het grind. Het waait nou wat. Dus dan hoor je die vlaggen. Je hoort in de verte hoor je de snelweg. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen, maar... heel in de verte hoor je de snelweg. Voor de rest is het nog hartstikke mooi rustig plekje ook nog. Voor een overnachting
Stel dat je onderweg bent van adres A naar adres B. Je komt hier in de buurt en je wilt hier overnachten. Dan kan dat dus. Moet eens kijken. Misschien mag je daar ook nog wel staan. Stel dat je hier aankomt op het tijdstip dat ze nog open zijn. Ja, ik weet het niet hoor. Dat zou je moeten overleggen. Er staat ook nog een camper, zie je dat? En daar. Ik vind het helemaal nog niet zo gek. Nou, dat had je niet verwacht van mij te horen, maar ik vind het echt helemaal nog niet zo gek. Hier komt niemand die hier niet hoeft te zijn, denk ik. Net reed daar een motor. Die ging ook gelijk weer terug, dus die had zich waarschijnlijk verreden. En dan heb je nog een keukenmarkt. Showroom. Dus je kunt hier ook nog een beetje rondlopen, zeg maar, en wat dingetjes bekijken. Ja, wel een apart plekje. Helemaal niet raar, wat is dit nou? Daar is ook nog iets. Oh, dat is een... Kijk, ik zag dat glas daar. Toen dacht ik dat het misschien ook nog iets was om te bekijken, maar dat is, dat is meer bouwmateriaal. Zie je dat? Daar heb je een keukenbedrijf. Nou, heb je dit plekje ook even gezien?